Langs de Noordelijke Ringweg is aannemer Oosterhof Holman druk bezig met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen. Dat was hard nodig, want de vorige schermen waren aan vervanging toe. Ja, uiteindelijk het gedachte erbij is om toch iets te plaatsen wat niet heel erg veel opvalt, maar ook een beetje past in de omgeving. En zoals je hierachter loopt zie je het heel veel bomen en bossages. Dus daar hebben we toch iets mee gedaan om de geluidsschermen ook een groen aanblik en zoals wat we gehoord is ook wel subtropisch aankleding te geven. De plaatsing zelf gaat aardig snel. Schatting is dat ze wel ongeveer 150 meter per dag kunnen doen. Alleen moeten we even afwachten hoe de leverantie van de schermen, welke voortgang dat heeft. Want uiteindelijk worden er 2 kilometer aan schermen geplaatst en dat moet allemaal nog hierheen vervoerd worden en geproduceerd. Voor de rest zal er wel wat hinder zijn op de ringweg zelf, maar dat zal zich beperken tot de rijstrookafzettingen. En eigenlijk zullen we ook alles buiten de spitstijden doen, dus de hinder is eigenlijk minimaal. De klus is het sluitstuk van een grote renovatie van de Noordelijke en een flinke ombouw van de Oostelijke Ringweg. Ja, in de afgelopen 5 jaar heeft er een grote reconstructie van de Oostelijke Ringweg plaatsgevonden. Dus alle stoplichten zijn daar verdwenen, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe rotonden, zonder verkeerslichten uiteraard. Nieuwe viaducten, nieuwe op- en afritten. Bij de Noordzeebrug is de oude brug vervangen en is een nieuwe voorgeplaatst die 3 meter hoger is dan de oude. En er is ook een nieuwe verbinding gekomen met de noordelijke ingang van de stad via de Bedemerweg. Reizigers kregen de laatste jaren te maken met de nodige verkeershinder. Het einde van de overlast op de Ring Noord en Oost is echter in zicht. Nou, ik ga niet beloven van geen overlast meer. In principe is alles klaar. We gaan nog een paar hele kleine dingetjes doen, maar asfalteringswerkzaamheden dus van de afgelopen weken is na deze week helemaal klaar. Het ziet er ook allemaal helemaal fris en mooi uit. Nieuwe beleiding. Misschien dat er af en toe nog wat afsluitingen zijn voor de groenaanplant die nog plaatsvindt. En er komen dit najaar nog verkeersborden. Dus de gele tijdelijke borden maken plaats voor de blauwe. En dan is het klaar. Nu het werk op beide ringwegen vrijwel klaar is, wordt het accent verlegd naar de zuidelijke ringweg. De aannemerscombinatie Herenpoort is druk bezig met de plannen aan het uitwerken. En ik verwacht dat we zo gauw die plannen bekend zijn, dat ook gezegd kan worden waar ze gaan beginnen en hoe ze gaan beginnen en hoe groot de overlast is.